Het radiodagboek. Deze week met Jan Marijnissen. En deze week neem ik afscheid van de Tweede Kamer. Ja, u wist niet dat er bij Huizen Marijnissen ook nog een boomkwekerij was. Maar dat is toch echt zo. Dit zijn boompjes die ooit een keer ergens tot wasdom zullen komen. En onder het grote boertje staan we nu. Die is 20 jaar oud, 25 jaar oud. Prachtige boom. Maar... Wat voor een boom? Ja, het is een blaasjesboom. Een blaasjesboom? Zoek me op. Ja, een beetje een lullige naam, maar zoek me op internet. Maar het is heel bijzonder, want ik heb mijn hele leven lang nog nooit een dagboek bijgehouden. Maar de NCRV heeft me nu gedwongen om een week mijn dagboek voor u bij te houden. En dat schijnt te maken te hebben met mijn vertrek uit de Tweede Kamer. Dus veel plezier. Ik kom toch nog heel even terug bij de boom, meneer Marijnissen. Want waarom staat hij daar in potjes en hier prominent in de tuin? Dat is omdat deze boom natuurlijk ook zaadjes produceert. En als die zaadjes hier ergens in de grond vallen, dan ontkiemt daar een boompje uit. En ik vond het een leuke gedachte, omdat dit zo'n mooie volwassen boom is. Omdat als cadeautje voor mensen... op te kweken. En mensen zijn er heel verguld mee.